Thuisklub Weert in het rood. De Amsterdammers dus in balbezit. De Amsterdammers wonnen de eerste wedstrijd zonder veel spanning. En dat had alles te maken met de voorbereiding op de wedstrijd. Weert nauwelijks voorbereid en Amsterdam wist dat het al een week de tijd had om zich te prepareren op de finale. En dus zou wedstrijd 2 heel anders worden. Chatney Howard voor Weert met de score. Dan Joe Spinks voor Amsterdam. Met een dunk zet hij zijn ploeg weer op voorsprong. 11-12. De actie dan van Jermaine Carlton zegt alles over de dadenkracht van Weert in dit duel. 18-19. Maar coach Jelle Esveld ziet dat zijn ploeg weer wegleidt in het tweede kwart. McGuthrie met de snelheid. Riley Inch met het schot. En de tip-in van Koen Rouwhorst betekent 32-41 voor Amsterdam. Dus moet Weert met nu weer Omar Sneed de zaak weer omdraaien. Dit lukt. 34-41. Door de topscorer van Weert. Mikala Younas voor Amsterdam mist de rebound voor Chatney Howard. Kansen dus voor de thuisclub om terug te komen in de wedstrijd. William Akkerman scoren met een bonus. 39-41, vlak voor rust. McGuthrie loert op het schot van Riley Inch, een driepunter. 39-44, de laatste aanval voor rust van Weert. Chatney Howard voor 3 punten. En die treft doel. Dan is het 41-44 bij rust. En mag Weert nog geloven in een terugkeer in de reeks. McGuthrie. Onder spanning geschoten. De rebound voor Jermaine Carlton. En de prachtige actie. Camille Richardson rondt het af. 58-61. Sydmil Harris mist van dichtbij. Rebound Sneed. Lange bal op Camille Richardson en zowaar komt Weert weer op voorsprong, 62-61. Omar Sneed nu wel in zijn element in deze wedstrijd. Een driepunter met een brul, 72-67. De Amsterdammers mogen van hun coach geen fouten maken, maar doen dat wel. Coach Ton Boot wint zich op, krijgt een technische fout. 4 vrije worpen voor Weert en dan komt Amsterdam op achterstand. McGuthrie scoort wel, 79-78, maar het is Omar Sneed die de wedstrijd beslist, 82-78. Het laatste schot nog voor de Amsterdammers, maar Weert wint de wedstrijd. 1-1 is het in de stand, donderdag de volgende wedstrijd in Amsterdam.